Van de tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat dubbele punt. Enzovoorts. Dat was 1 Thessalonicense 5 dat zojuist gelezen is. In verband met de wederkomst van Christus in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder. En ja, dat zijn thema's, dat is een schriftgedeelte bovendien, maar het zijn thema's die in het algemeen ook onder christenen niet bekend zijn. Ik weet wel dat er wat films gemaakt zijn over de opname van de gemeente. Maar ja, daar blijft het dan ook bij. Laten we dan zeggen, in ieder geval in Nederland is daar heel weinig over bekend. En hoe dat komt, ja, ik weet, het is natuurlijk nooit aardig om dit soort dingen te vertellen. Maar u weet waarschijnlijk dat in het algemeen binnen het christendom, of dat nou links of rechts of in het midden of katholiek of progressief is, dat daar in het algemeen zelfs helemaal niet geloofd wordt in een wederkomst van Christus, waarbij hij zou terugkeren op aarde, om hier op aarde alsnog te doen wat in het Oude Testament beloofd was, het Nieuwe Testament natuurlijk ook, namelijk hier op aarde zijn koninkrijk vestigen over geheel de aarde, geheel de mensheid. Te beginnen uiteraard bij Israël, dat geacht wordt zijn eigen volk te zijn. Men gelooft dat niet, men heeft in het algemeen geleerd dat aangezien Israël ongelovig was in de dagen van de komst van de Messias, dat wil zeggen de komst van de Heer Jezus Christus, dat aangezien het volk ongelovig was, God zijn plannen gewijzigd heeft, dan wel niet misschien plannen gewijzigd heeft, maar inderdaad een wissel genomen heeft die van tevoren al klaar lag, dat kan ook. Maar in de praktijk komt het daarop neer dan dat de toepassing van al deze beloften aan Israël en daarachter de volkeren niet aan Israël vervuld worden, maar aan de kerk. Welke kerk dan ook, dat dan ook wezen mogen, want dat is weer een andere discussie, maar aan de kerk. En de kerk is dan het koninkrijk dat Christus zou vestigen, dan wel God zou vestigen hier op aarde. En dus moeten christenen hun best doen om het christendom op aarde te verbreiden. Dat is de bouw van het koninkrijk van Christus op aarde. En als het klaar is, als het allemaal geregeld is, dan komt de jongste dag en dan wordt de hele oude schepping weggedaan. Dat is iets populair, maar goed, iets te kort door de bocht. Maar dat is wel in het algemeen de idee. En in sommige kringen bestaat dan ook nog de variant dat het koninkrijk helemaal niet op aarde komt, omdat je het ook helemaal niet als vleeselijk en als aards en als tastbaar moet beschouwen. Dan heet het bij voorkeur niet maar het koninkrijk der hemelen, maar het hemelrijk, waarmee men het een en ander verplaatst naar de hemel, waar wij dan allemaal naartoe gaan, hopefully. Zonder enige haaste openbare trouwens, maar daar gaan we dan naartoe en dat is dan dat koninkrijk wat gebouwd moet worden. En voor degene die het hier en nu zoeken, hier op aarde, is het dan een koninkrijk dat is in uw lieden, daar heeft men ook een tekst voor, dat is in uw hart. En daarom, wij kronen u, wij prijzen u, wij danken u, wij aanbidden u, vooral als hij gezeteld is in ons hart, want dan is het, ik aanbid mijzelf, ik eer mijzelf, ik dien mijzelf, enzovoort. Dit was nog korter door de bocht, maar daar komt het in de praktijk dikwijls dan toch op neer. Ook als ik in deze tegenwoordige tijd mijn ogen en mijn oren de kost geef. Het gaat. Kijk, wij zongen net een lied over aan de voeten van mijn heiland enzovoort. En over hem te dienen, hem te zoeken enzovoort.
Ontleend onder andere aan een psalm en aan de prediker, om nabij de Heer te zijn en daar te luisteren naar wat hij ons openbaart. Maar u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat in het algemeen binnen het christendom precies andersom gedacht wordt. Namelijk dat de Heer bij ons moet binnenkomen en moet luisteren naar wat wij hem te vertellen hebben. En eventueel moet hij dan ook nog maatregelen nemen, hoewel dat niet strikt noodzakelijk is, want als hij alleen maar naar ons hoort, is het ook goed. Maar bij ons, in ons leven. Vandaar dat Emmanuel en kerstfeest zijn de populaire termen. Hè? De Heer komt tot ons en dat is het dan. Maar de Bijbelse uiteenzetting is andersom. De Bijbelse uiteenzetting gaat niet over wat de mens zou doen, maar wat God zou doen. En hij doet dat via zijn woord en daarmee dus ook via de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen maar met op één moment, want God werkt een plan uit in de loop van enige duizenden jaren, om zo te zeggen. En dat plan heeft hij ook inderdaad geopenbaard, van tevoren bekendgemaakt. Vandaar dat Paulus met gemak kan zeggen, ja, van de tijden en gelegenheden, ja, dat hoef ik niet te zeggen, dat weten jullie allemaal. Dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, lazen wij in 1 Thessalonicenzen 5. Maar ja, u weet toch hoe dat is? In het algemeen een christen denkt dat de dag des Heren de zondag is. Die komt niet als een dief in de nacht. Die komt elke keer om de 7 dagen. Waarbij men trouwens ook nog de tel kwijt is. Want men heeft van de zondag de Sabbat gemaakt. En na vele jaren en eeuwen is het inderdaad de 7e dag geworden op onze kalenders. Wat volstrekt onjuist is natuurlijk. Want de zondag is officieel de eerste dag van de week, althans volgens de Bijbel. Nou ja, en binnen de Joodse traditie natuurlijk ook, want zo hoort dat. Maar het is niet de dag des Heren. En mocht iemand nou kunnen aantonen dat het toch dag des Heren is, dan heeft hij meteen aangetoond dat alle dagen des Heren zijn, dus dan schiet het niet op. De dag des Heren is de oud-testamentische term en daardoor dus ook de nieuw-testamentische voor het oordeel, want dag betekent oordeel, dagen aan het licht brengen, uitdagen, dagvaarden enzovoorts. En de dag is ook in het Nederlands nog steeds de aanduiding van een rechtbank en anders in Duitsland wel. Daar hoef ik ook niet verder op in te gaan. Dag des Heren is het oordeel dat de Heer zal brengen. Zoals dag van Christus een oordeel is dat Christus zal brengen. En dag Gods is een oordeel dat God zal brengen. Daar wordt verschil tussen gemaakt in de Bijbel. Want dag van Christus is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Van de gemeente, voor de rechterstoel van Christus. In de toekomst. Dag Gods, dat is volgens 2 Petrus 3 de gelegenheid waarbij deze oude, complete schepping geoordeeld zal worden, dan wel geëxecuteerd. Die wordt weggedaan. De elementen zullen brandende vergaan enzovoort. En wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dat is geciteerd letterlijk dus uit 2 Petrus 3. Zo worden die dingen daar vermeld. En dag des Heren, ja, dat is de meest voorkomende uitdrukking eigenlijk. En een paar varianten erop. Des Heren dag enzovoorts. Of de dag van zijn hittige toorn. Of de dag van de wraak des Heren. En hoe het maar heet mag. Vele malen in de Bijbel. En dat is het oordeel dat de Heer zal brengen over de gehele aarde. Dat betekent in de praktijk over alle volkeren. Te beginnen bij, nou welk volk denkt u? Palestijnen? Echt niet. Te beginnen bij Israël.
En dat is nog niet vervuld. 1 Thessalonicense 5 staat ook, ruim is geschreven, ruim na de opstanding van Christus. Ruim na de Pinksterdag, om zo te zeggen. Ruim na de datum waarop wij de verjaardag van de kerk vieren, of hoe het maar heet mag. En nog steeds zeiden, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En daarna komen wij in het boek Openbaring, waar Johannes zegt, ik was in de geest op de dag des Heren. En ik weet wel dat men pogingen heeft ondernomen om het boek Openbaring weg te verklaren naar het verleden. Maar dat is een leuke hobby voor ongelovigen, denk ik altijd. Als je het woord van God en dat boek dus ook letterlijk neemt, of althans serieus neemt. Letterlijk, dat is een beetje moeilijk, omdat er nogal veel visioenen met overdrachtelijke betekenissen voorkomen. Maar als je het serieus neemt, en als het ziet als onderdeel van de hele Bijbel, dan weet je, dat moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. U weet wel, dat verhaal van Apocalyps, u kent het woord Apocalyps toch? Er zal vast wel een film zijn die zo heet. En Armageddon, daar zal vast wel een film zijn die zo heet. Ik weet het niet hoor, maar... Dat zijn termen die komen uit dat boek. Sterker nog, Apocalyps is niets anders dan de titel van dat boek, van het boek Openbaring. En Armageddon, ach, uit zijn verband gerukt en volstrekt opgeblazen. Maar niettemin, het staat in Openbaring en het gaat over volkeren die van over de Eufraat optrekken. Legers die van over de Eufraat optrekken naar Jeruzalem om dat te verwoesten uiteraard. En die legers zullen niet verder komen, staat er, dan het dal van Megiddo. Dus onderaan Ar Megiddo, dat Hor. Dat wil zeggen de berg van Megiddo. Daar kan je nu ook naartoe. Nu weet ik het niet, maar daar kun je als toerist naartoe. Populaire toeristische bestemming. Kun je de stallen van Salomo gaan bekijken. Wat moeten die stallen daar, waar duizenden paarden gestaan schijnen te hebben? Nou, het antwoord is, vanaf die berg bij Megiddo kijk je uit over het dal van Megiddo. En dat is traditioneel de locatie voor de veldslagen. Als de legers Israël binnenkomen, dat is meestal vanaf het noorden, vanuit Azië, het oosten, het westen, komt allemaal langs die route binnen, vanuit het noorden naar Jeruzalem, dan komt het via het dal van Megiddo en verder komen ze niet, zegt de Openbaring dan. Dat is de laatste keer dat Jeruzalem bedreigd wordt voorlopig. Met nog 1000 jaren te gaan, maar voorlopig. Toch? En het betekent ook de ondergang van Babel. En daarmee een Babylonisch wereldrijk, want dat staat er allemaal bij. Dat is nog toekomst. Nee, dat gaat niet over Amerika of iets dergelijks, hè. Laat staan over Hollywood. Maar toch maar. In elk geval, al die profetieën in de Bijbel, voor zover die nog niet vervuld zijn, en dat zijn er nogal wat, zijn allemaal gerelateerd aan Israël. En dat is omdat sinds, in elk geval, sinds de uittocht uit Egypte van Israël, is Israël dat volk dat door God zou gebruikt worden om zijn werk te doen. En dat betekent niet alleen dat God zijn woord gesproken heeft tot Israël, maar het ook aan Israël heeft toebedrouwd. Hier is het, wees er zuinig op en bedien het, gebruik het, laat jezelf onderwijzen en onderwijs anderen daaruit. Dat is één. En het andere is dat Israël ook gebruikt wordt, dus als aanschouwelijk voorbeeld, aanschouwelijk onderwijs voor de overige volkeren der aarde. Dat is de roeping van Israël. Het zegt niks over of een Israëliet in de hemel komt later, of in het hiernamaals aan de goede kant terechtkomt. Heeft er totaal niks mee te maken. Stop even, want moet ik dan ook nog zeggen, moet ik dat ook nog uitleggen dan? Nee toch, er staat toch nergens iets daarover in de Bijbel. De eeuwige zaligheid, om zo te zeggen, is door geloof. Persoonlijk.
individueel. Maar de positie van het volk is een positie als eerstgeborene onder de volkeren. Want zo wordt het genoemd. Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene, enzovoort. En dat betekent dat Israël als volk werd aangesteld als een beheerder van het woord van God en daarmee de zegeningen die God zou geven, enzovoort. En dus heette het al bij Abraham, de stamvader van onder andere Israël, en Isaac, stamvader van onder andere Israël, en van Jacob, de stamvader van Israël, heette het in u en eventueel en in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Via Israël. En zelfs als het gaat over gemeentelijke waarheid in onze tegenwoordige tijd, dat is dus ruim na het ongeloof van Israël officieel, worden deze dingen aangehaald in Galaten 3 door de apostel Paulus en passen toe op ons van vandaag en zegt, want het is tot Abraham gezegd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat geldt nog steeds. En het hangt samen met, en wanneer je in het land zult gekomen zijn dat de Heere God u erfelijk geven zal, wanneer je dat erfelijk zult bezitten, dan, enzovoorts. Dan, maar Israël heeft dat land tot op heden nog nooit erfelijk bezeten. En mocht u de indruk gekregen hebben dat in de laatste 100 jaar of zoiets, oké, 130 jaar, daar enige verandering in gekomen is, moet ik u zeggen dat dat naar de mens gesproken dan wel een erg optimistische variant is. Want het ziet er niet naar uit dat dat volk zijn positie in het beloofde land, of althans een klein deel daarvan, zal kunnen handhaven als natie. Dat is één. En het andere is, want ja, ik kom daar nooit onderuit. Het andere is dat het een enorm misverstand is te denken dat uitspraken over Israël in de Bijbel van toepassing zouden zijn op een Joodse natie in onze dagen. Niet dat dat niet zou kunnen, maar het is erg onlogisch om de eenvoudige reden dat Israël bestond uit officieel 12, maar in de praktijk 13 stammen, waarbij met name de twee stammen voortkomend uit Jozef, Efraïm en Manasse, zich bijzonder zouden ontwikkelen, dat wil zeggen erg groot zouden worden, bijzonder groot, tot een menigte van volkeren en koningen en wat het maar was, enzovoort. En dat is toch wat anders dan die enkele miljoenen Joden, die zich zo noemen. Ik weet niet hoe ik dat formuleren moet. Ik kan dat niet formuleren zodat ik iedereen tevreden hou. Dus ik aarzel dan altijd. Maar hoeveel Joden zijn er in de wereld? Toen ik jong was, oké, dat is lang geleden, dat heeft iemand me zojuist verteld. Maar toen leerden wij dat er 3 miljoen Joden woonden in de staat Israël. Wanneer dat maar was. Maar dat er alleen dan in New York meer woonden dan in de staat Israël. Dus ja, waar hebben we het over? Het is maar een minderheid van degenen die als Jood beschouwd worden, door wie dan ook. Het is maar een minderheid daarvan die een Israëlisch staatsburgerschap heeft. Zo is het. Ik kan het niet helpen. Ik heb dat niet uitgevonden. Maar dat is de situatie. Kortom, wat ik in kort nu, of misschien toch wat uitgebreid gezegd heb, is dat de naam Israël voor de Joodse staat, die naam mag je gebruiken, want het heet Der Judenstaat, omdat Theodor Herzl die term gebruikte als het ideaal van het Sionisme. De Joodse staat mag je dus zeggen, tenminste, nog wel. Maar te denken dat de Joodse staat het onderwerp is van al die profetieën over Israël in de Bijbel. Dan zijn er altijd punt 1,
nog veel meer Joden die geen deel uitmaken van de staat die Israël heet. Nou ja, die zichzelf zo genoemd heeft. En dan heb je altijd nog die andere stammen. Waarvan sommigen dan denken, nou dat is hier en daar een volkstammetje ergens in Azië of Afrika of Zuid-Amerika. Of binnen de Poolse cirkel weet je veel. Ethiopië, goed. Maar dat is een misverstand, want de Bijbel zegt dat het een enorme menigte zou zijn. Ook in de wederkomst van Christus. Zeker wel. Dus ja, wij kijken naar iets wat Israël heet, ook vandaag, het is 2024 en het is in de praktijk, niet officieel, maar in de praktijk oorlog daar. Hè. Ik zeg het er maar bij, voor, mocht iemand dat later nog eens terug horen. Ja, Israël, zo staat het te boek, maar het is een omstreden titel. Dat wil zeggen, de vraag is wie het recht heeft om zich Israël te noemen in deze tegenwoordige tijd. En het antwoord is, nou, een ongelovige, iemand die de Heer Jezus Christus verwerpt, in elk geval niet. Want Israël is de naam van een bekeerde Jacob. Toch? Jacob die zich uiteindelijk onderwierp aan de Heer en toen zei de Heer, nou dan noem ik je vanaf nu Israël, want gij hebt je vorstelijk gedragen, want dat betekent vorst met God. Maar je wilt dan niet zeggen dat deze Joodse staat zich vorstelijk gedraagt? Begrijp je me goed? Ik zou geen volk weten wat zich vorstelijk gedraagt hoor. Dus er is niks discriminerends aan. Maar goed, je kunt dan niet zeggen dat hij zich vorstelijk gedraagt. En met God? Of wel? Nou ja, vorige week of zo, wanneer het maar was, want ik hou het niet bij. En eigenlijk wilde ik het helemaal niet weten. Maar toen werden wij als min of meer orthodoxe, dan wel fundamentalistische christenen, werden wij opgeroepen om deel te nemen aan een demonstratie in Amsterdam, meen ik, op de Dam. Het was niet de Zwammerdam, het was de Amsterdam, ja. En deel te nemen aan een dagelijks gebed, meen ik, begrepen te hebben. Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar ik noem toch geen namen, dus dat maakt nou niet uit. Maar wij moesten dan de Heer eraan blijven herinneren dat hij beloften gedaan had aan Israël. Nou weet ik niet of u dat ook gehoord hebt, of dat die boodschap u ook bereikt heeft. Maar onvermijdelijk dacht ik, zal God dan vergeetachtig geworden zijn? Nou kan dat natuurlijk best op die leeftijd, denk ik dan wel eens. Maar ik wil er niet mee spotten, maar hoe zou God ergens aan herinneren? Hij is niet vergeetachtig, hij is niet hardhorend. De hele gedachte is fundamenteel verkeerd. God spreekt tot ons. Ik denk dat God ons ergens aan wil herinneren. Namelijk dat als je in opstand bent tegen God, komt het niet goed met je. En je kunt wel de naam Israël claimen, maar als je tegelijkertijd de Heer Jezus verwerpt en zelfs evangelisatie in je land verbiedt, dan hoezo? Wie heeft dan het idee dat God dat gaat helpen daar? Dat is toch dwaas? Oké, er zijn profetieën in de Bijbel over dat de Heer zegt, ja, ik zal mijn volk verzamelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hen tot zegen stellen en de heidenen zullen zich aan u onderwerpen en voor u zorgen en weet je veel wat en de Heer zal zijn koninkrijk over hen oprichten en al dat soort zaken en ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen dat de heidenen zouden willen tillen en verplaatsen of wegrollen, maar dat zal niet kunnen want de steen is te zwaar en ik zal Jeruzalem zijn tot een muur rondom. Natuurlijk ken ik die profetieën. Maar ja. En natuurlijk, ik zou bijna nog even vergeten. En die natuurlijk van bid voor de vrede van Jeruzalem.
Wel moeten zij varen die u beminnen. Staat toch in de Bijbel? Ja, dat is zo. Maar de vraag bij al die uitspraken is, in welke fase van Gods plan, van Gods werk, worden deze dingen gezegd? Want wij kennen natuurlijk ook de profetieën die zeggen, ik heb de ganse dag mijn hand uitgestoken naar een hardnekkig volk. Een volk dat blind is en doof. Een volk dat niet wil horen. Een tegensprekend volk. En over Jeruzalem, de bloedstad. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Heb je al eens uitgezocht hoe vaak het in de Bijbel staat? Dat er geen steen op steen gelaten wordt? Of hoe vaak de Heer het gezegd heeft? Zelf? Wij houden hardnekkig vast aan een feestelijke intocht in Jeruzalem. In werkelijkheid, hij kwam niet verder dan de Olijfberg en vervloekte de stad. Oké, niet vervloekte. Hij weende over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet erkend hebt. Ze hadden zelfs op die datum specifiek, want het was een specifieke datum, hadden ze zich moeten realiseren dat er profetieën waren in de Bijbel, dat hoog tijd werd om de naam des Heren aan te roepen. Maar ze deden het niet. En 5 dagen later kruisigden ze hem. Leidden hem uit buiten de stad, demonstratief, zodat jaren later de apostel Paulus, neem ik aan, maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan tot hem, Christus, uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En voor zover die legerplaats iets letterlijks is, dat weten alle commentatoren, was het Jeruzalem. En dat is ook de geschiedenis. Het evangelie werd het eerst gepredikt in Jeruzalem. Dat is omdat het beloofd was, om zo te zeggen. Maar de zetel van het woord van God, van het evangelie, werd uit Jeruzalem weggehaald, inclusief de tempel, waar toch het woord van God bewaard zou moeten worden. Er werd geen steen op steen gelaten, enzovoort. Zodat dan uiteindelijk de vraag is, wat moet je dan met die profetieën in de Bijbel? En het antwoord is, je moet weten in welke volgorde die profetieën vervuld zullen worden. En de volgorde is niet moeilijk. Petrus had er ook geen moeite mee. Die zei in 1 Petrus 1 vers 11 of zoiets, zei hij dat het ging om het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Aangezien namelijk de heerlijkheid een eeuwige, altoosdurende heerlijkheid zou zijn, koninkrijk zal geen einde nemen op de troon van die vader David. Het is sorry kerst. Enzovoort. Betekent het dus dat als er lijden op de Messias zou moeten komen, volgens de profetieën, zou dat daarna vooraf moeten gaan. En aangezien de Messias zou sterven, dan moet je wel heel goed lezen het Oude Testament, maar Petrus deed dat en Paulus ook, en die zeggen allebei, dat lezen wij in Psalm 16 onder andere, dat hij zou sterven, dat kan natuurlijk niet nadat hij heerlijkheid heeft ontvangen. Dus het is andersom. Dan sterft hij eerst, krijgt daarna heerlijkheid. Alleen dat kan ook niet, want dan moet hij uit de dood opstaan. Maar ja, dat is ook gebeurd. En dat is wat gepredikt wordt. Hebben u dat nog? Je krijgt dus eerst de ellende, om zo te zeggen, en daarna de heerlijkheid. Een van de vaste basisbeginselen. Leringen in de Bijbel en dat geldt voor Israël ook. Israël was in de ellende. Hij zat in de penarie daar in Egypte in de slavernij. De Heer beloofde hen dat land om erfelijk te bezitten, het land Canaan. Het is nog nooit gebeurd. Dat is ook de discussie in onze tegenwoordige tijd nog. Hoeveel recht zouden de Joden kunnen laten gelden op dat land? Op historische grond. Hoe lang hebben ze daar gewoond? In het verleden. En met welk recht? En het antwoord is, nou, niet zo lang. Verhoudingsgewijs.
Vanaf de uittocht uit Egypte, nou, vanaf de intocht in Canaan, vanaf Jozua. Hoe lang hebben ze daar gewoond? Afgezien van dat ze toen natuurlijk ook 7 Canaanitische volkeren hebben moeten verdrijven uit het land, want zo staat het in de Bijbel. Ja. Ze zijn in pak een beetje 600 voor Christus, 606 voor Christus, wanneer het maar was, werd Juda, dat wil zeggen de Joodse staat, veroverd door Nebukadnezar. En 19 jaar later, 587 voor onze jaartelling, werd Jeruzalem verwoest en bleef er geen Jood meer over in het land, zegt de Bijbel. Heb u dat? Dat is 2500 jaar geleden. Dat er daarna een minderheid alleen van de Joden nog steeds, want de Israël, onder de naam Israël, het 10-stammenrijk, was al meer dan een eeuw daarvoor weggevoerd en vernietigd. Het land was vernietigd. Dat staat ook in de Bijbel. Er was niemand overgebleven in het land dan alleen Juda. Heb u dat? Staat in de Bijbel. Dat wordt nu ontkend. En bij gebrek aan Bijbelkennis wordt het ook nog geslikt, ook nog. Maar het staat echt zwart op wit in de Bijbel. Ze waren allemaal weggevoerd. Er was alleen Juda was nog over, het tweestammenrijk. En het tweestammenrijk werd weggevoerd uiteindelijk in Jeruzalem verwoest in 587 voor onze jaartelling. Dat is wat het is. Toen mochten ze officieel terugkeren vanuit ballingschap, zowel Assur als Babel, zowel 10 als 2 stammen. De 10 stammen hebben dat geweigerd, officieel. En de 2 stammen, daar is een minderheid van teruggekeerd, want het grootste deel bleef achter in het, wat inmiddels het Medo-Persische Rijk was. En in die tijd vind je dus de geschiedenis van Esther plaats. Heb u dat nog, Esther? Ahasverus? Kent u dat? Ze hadden, die Joden daar, die werden dan wel onderdrukt en vervolgd, maar ze hadden gewoon terug kunnen keren naar Judea, Galilea of waar naartoe, maar het land Canaan zal ik maar zeggen. Het heette later Palestina, maar vooruit. Alleen dat deden ze niet. Dat hoefde ook niet. En ze hadden er waarschijnlijk ook alle reden voor om niet terug te gaan, want als ze terug zouden gaan, zouden ze zich moeten onderwerpen aan Gods voorschriften met betrekking tot de bewoning van zijn land. Heb je dat nog? Nou, dat kleine, dat overblijfsel uit Juden, dat woonde dus in Judea en in Galilea in de dagen van het Nieuwe Testament. En daarna zijn ze daar ook weer uit verdreven via de opstanden tegen de Romeinen die hen uiteindelijk het land uitgejaagd hebben en de naam Palestina aan het land hebben gegeven. En na de Romeinen, want het Romeinse Rijk, dat u weet, alle rijken houden een keer op te bestaan, al of niet vrijwillig. Waar ik aan denk, broeder, dat wil je niet, wil je dat weten of ik aan denk? Ik denk, wij in Nederland houden vrijwillig op te bestaan. Wij dragen systematisch alle verantwoordelijkheid over aan Brussel. Toch, of niet? Zodat we over ons eigen land ook niks meer te zeggen hebben. En het wordt dus onbestuurbaar, behalve door Belgen. Of nee, door Brussel. Oké, laten we het er niet over hebben. Maar het Romeinse Rijk, dat ging aan zijn eigen decadentie ten onder. Dat gebeurt met alle rijken, die gaan een decadentie ten onder. Ze worden rijk, ze worden hoogmoedig, ze werken niet langer. En daarmee verliezen ze hun bestaansrecht. En strijden ze ook niet meer voor hun bestaan enzovoort. Ze vinden het wel goed. En dan, dat is klassiek, dit is klassiek. Ik heb goed opgelet op school. Nou, weet ik niet. Maar het staat wel in mijn geschiedenisboeken. Alle rijken gaan daaraan ten onder. Vroeg of laat. Nou goed. Dat is gebeurd. En toen hebben de Turken het overgenomen. En daarna hebben die 1400 jaar lang de dienst uitgemaakt in Jeruzalem. Met een korte onderbreking af en toe in de dagen van de kruistochten. Maar toen die man met die motorfiets kwam, hoe heet hij ook alweer? Van Laurens. Lawrence, ja. Oh.
Goed, in de Eerste Wereldoorlog bedoel ik, toen hebben de geallieerden, de Britten en de Fransen om zo te zeggen, hebben het hele gebied van het Midden-Oosten bevrijd van de macht van de Turken, de Ottomanen, de Turken, daarmee van de islam naar het schijnt. En ze hebben het grondgebied verdeeld over diverse Arabische volkstammen. Dat hebben ze gedaan met een liniaaltje. En vermoedelijk, zoals wij het vroeger deden, landverovertje met een mes in de grond gooien. Zo, en dan een streep trekken. Kennen u dat nog? Want wij speelden vroeger buiten. Bij gebrek aan iPads en iPhones en nog meer I. Doen ze niet meer, hè? Nou ja, goed. Maar dat is vandaar die rechte lijnen op de kaart. En daar heeft Jordanië zijn bestaan aan te danken. En de staat Israël ook. En dat was de twee-staten-oplossing. Dat is al lang gebeurd allemaal, hè? Twee-staten-oplossing. Ja. Dus het korte verhaal, want in werkelijkheid was het nog veel langer. Maar toen maar. Maar hoeveel recht hebben de Joden op dat land dan? Hoeveel recht hebben ze op de naam Israël? Andere vraag, gunnen we ze dat? En mijn antwoord is zonder enige aarzeling, ja. Ik wel. En wat de Joden betreft, ik kan van harte onderschrijven wat Paulus schreef. Hij zegt, zijn beminden. Onder vader en wil, ja. Dat meen ik ook van ganser harte. Maar daar praten we nou niet over. We hebben de vraag of zij recht hebben op dat land. En naar aardse maatstaven blijkt het omstreden te zijn. En naar bijbelse maatstaven is het antwoord gewoon nee. Want de Heer zegt je, dit is mijn huis, het land is van mij. En als je mij niet dient, ga je eruit. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. En het is niet algemeen bekend, maar in een ver verleden is een heel groot deel goed schiks het land uitgegaan. Ze moesten ook wel trouwens, want u weet dat het volk zich enorm zou vermenigvuldigen. Zou zich vermenigvuldigen de vermenigvuldigen. En dan is het zo vol, want zo groot was het nou ook weer niet. Dus wat doe je dan? Dan trek je de wijde wereld in en dat is ook wat zij gedaan hebben. Maar daar hoef ik nou niet over te spreken. Wel over het vervolg. Het vervolg is dat inderdaad ooit de Heer zelf, niet de Heer Hetzel, de Heer zelf, zijn volk, nee niet een volk, zijn volk zou verzamelen. En als het zijn volk is, is het omdat het tot geloof gekomen is. En dat zou je verzamelen. En wederbrengen in het land. Dat is niet een moeilijke profetie, dat is Deuteronomium 30. Waar staat dat gewoon? Heb je dat wel eens gelezen? Deuteronomium 30, eerste verse. Als deze zegeningen en deze vloeken zullen overkomen zijn, zegt Mozes, dan en gij verstrooid zijt onder alle volkeren, dan zult gij u bekeren. Onder alle volken waarin de Heer u verdreven heeft. Dat is Deuteronomium 30 vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, in de voorgaande hoofdstukken van Deuteronomium, want het is allemaal geprofeteerd, hè? Zo zult gij het weder ter harte nemen voor de Nederlandici onder u, dit woord zou men in het hart nemen, dat is vers 14, en van Deuteronomium 30, en Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 zegt, over deze verse hier uit Deuteronomium 30 zegt, en met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Dat wil zeggen, ter harte nemen betekent gewoon geloven.
je vertrouwen erop stellen. U weet wel, iemand een hart onder de riem steken is iemand die meer vertrouwen geven voor het heden en de toekomst. Enzovoort. Dus wat je met je hart doet. Bovendien, ik heb het nog nagevraagd aan, hoe heette die ook weer? Ik weet niet meer. Zit je deur nog op slot? Hoe heet die lauwe ook weer? Dat echtpaar van die liedjes? Ellie en Rikke, dankjewel. Ja. Hoe kan ik het vergeten? Ze weten het niet meer, maar we hebben samen opgetreden ook nog wel eens. Vroeger, ja, ja. In de Jaap Edehal in Amsterdam. Maar dat even terzijde. Want het heeft er niks mee te maken. Maar Ellie en Rikke, zit je deur nog op slot? Nou, wij leerden het ook hoor. Ik zie het nog voor me. Zo'n hart met een deurtje erin op het flanelbord. Die kende ik heel goed, want het was mijn pyjama. Maar goed. Ja, dat ging zo in de 50e jaren. Maar met van die strepen erop, weet je wel. Maar goed. En dan kon zo dat deurtje open. En dan kon je de heer binnenlaten in je hart. Dat weet een kind. Ik weet niet wat ze daar nu vertelden in die zaal hiernaast. Maar zoiets, toch? Ter harte nemen. En let op wat er staat. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dus niet, de Heer gaat hen eerst verzamelen en dan zijn ze in het land en dan komen ze tot geloof. Dat is niet zo. Dat wordt wel gecommuniceerd, heet dat tegenwoordig. Wat een woord zeg. Maar dat wordt wel verteld zo links en rechts in onze dagen. Maar dat is niet zo. Men komt in het buitenland tot geloof. Dat wil zeggen, onder de heidenen waarheen, niet waarheen gij gevlucht zijt, maar waarheen de Heer uw God u gedreven heeft. Dat wil zeggen dat de Heer zelf, Israël, ik heb het niet maar over de Joden, dat de Heer zelf Israël verstrooid heeft onder alle volken. En daar onder de volkeren zou men tot geloof komen ooit en een keer. En dan staat er, en gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, want dat is het. Bekeren tot de Heere uw God wil zeggen luisteren naar zijn stem. Daarom ben ik een beetje allergisch geworden voor dat de Heer zo nodig moet luisteren naar onze stem. Dat doet hij wel hoor. Dat is ook niet geheel onbijbels. Maar het fundament, de basis is, in het begin was het woord en het woord was bij God. God heeft van het begin gesproken. En als je het verder leest in, dit is Johannes 1, als je het verder leest, dan staat er ook, en God heeft van die beginnen gesproken, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Mensen hebben het niet willen horen, hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos, enzovoorts. Dat is de situatie. Men wil dat God naar de mens luistert, God naar ons luistert. En als hij dat niet doet, is men teleurgesteld. Je kan het bijna elke dag lezen of horen van mensen die zeggen, ja, vroeger geloofde ik in God, maar toen ik mijn zuster verloor of iets dergelijks, of toen ik een keer hard gevallen ben of zo, of toen we de voetbalwedstrijd verloren, want daar bidden ze ook voor de winst van Ajax of weet ik het. Ja, toch? Dat zie je toch? Die mensen die kruisjes slaan en op de grond gaan en boven wijzen enzovoort. Ja, of ze aan welke god ze dan bidden. Ja, dat maakt mij niks uit. Maar essentieel is dat God tot ons spreekt. Dus Hebreeën 1, vers 1. God voortijds vele malen tot de vaderen gesproken hebbende, spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Dat is wat hij doet. Hij geeft ons zijn woord. En hij wil ons in heel die waarheid leiden. En het woord is de waarheid. Dat was weer het Johannes-evangelie. Maar punt is, men zou luisteren naar het woord van God zonder dat tegen te spreken.
Gij zult u bekeren, staat er, tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer zal uw gevangenis wenden, uw ballingschap, en zich over u ontfermen. En hij zal wederkeren en u vergaderen, want dat staat er echt in het Hebreeuws. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Uit al de volken. Niet maar uit de Assyrische ballingschap, niet uit de Babylonische ballingschap, maar uit al de volken. Dat zijn we ook dikwijls vergeten, dat de Israëlieten verspreid zijn over de hele wereld. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen enzovoorts. Heb u die? Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren, dat is nog nooit gebeurd. En dat komt overeen met die aardige profetieën, want ik vind ze aardig, die van Ezechiël 34 en eventueel Ezechiël 36. Want daar staat dat de Heer dat in de toekomst zou doen, geredeneerd vanuit de dagen van Ezechiël. Kijk, ja, dat ik aarzel is omdat ik even niet weet hoe ik nou verder moet. Maar goed, laat ik deze dan maar aanhouden. Ezechiël leefde in de dagen van de ondergang van Juda. Hij wordt op de hoogte gehouden. Je hoeft het boek maar te lezen, dan zie je dat. Hij is niet in het land, hij is in het buitenland. Hij is aan de rivier de Chebar. Die ligt overigens niet in Babel, maar noordelijker in het Rijk van Assur, in het Assyrische Rijk. Zodat als hij daar is met zijn volksgenoten, dan is hij daar dus onder de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En dat al een jaar of, nou ja, een jaar 130, 135, zo even, een jaar of 135, na de wegvoering, na de val van Samaria, de ondergang van het 10 stammenrijk, van Israël dus. Rivier Geber, de Gabor staat gewoon op je atlas. Er is niks moeilijks aan. Theologen hebben het moeilijk gemaakt, maar aardrijkskundigen hebben geen probleem. Het staat gewoon op de kaart. Alleen het is niet waar de theologen het hadden willen hebben. Die dachten het was in Babel. Nee, hij was onder de 10 stammen van Israël. Hij wordt op de hoogte gehouden van wat in zijn dagen in Jeruzalem gebeurt. Namelijk dat Jeruzalem verwoest gaat worden en werd. Want het wordt er medegedeeld dat het inmiddels gebeurd is, met een datum erbij, wanneer hij het hoort en wanneer het gebeurd is, staat er allemaal in. Waarom hij dat niet weet? Wordt uitgebreid beschreven. Maar Ezechiël wordt op de hoogte gehouden van de val van het tweestammenrijk nadat het tienstammenrijk al lang gevallen is. Niettemin geeft hij ons een reeks profetieën. In de zin van positieve profetieën, dat begint dan eigenlijk in dit hoofdstuk, Ezechiël 34, profetieën over een toekomstig herstel, primair van heel Israël. Niet van de twee, de Joden dus, maar van heel Israël. Hebben we die nog? Hij was trouwens een tijdgenoot natuurlijk van Jeremia, maar Jeremia leefde in Jeruzalem in de dagen van de ondergang van Jeruzalem en daarmee het tweestammenrijk. En een tijdgenoot van Daniel, maar die leefde inderdaad onder de ballingen, maar niet die van Assur, maar die van Babel. Dat wil zeggen, die grote profeten, Jesaja niet meegerekend, maar Jeremia, Ezechiël, Daniel leefden in de dagen waarin het tienstammenrijk al ten onder was gegaan. Het land, het volk, ja, dat was verspreid geworden over de wereld. En het laatste beetje was meegevoerd naar Assur, naar de steden der Mede. En nu werd het tweestammenrijk vernietigd.
En het, wat er nog over was, wat niet op tijd weggegaan was, zal ik maar zeggen, werd afgevoerd alsnog naar Babel. En zodat er daarna ook geen Joden meer overbleven in het voormalige koninkrijk Juda, in Judea dus. Heb je dat nog? Maar zowel Ezechiël als Jeremia spreken over messiaanse zegeningen voor zowel de 10 stammen, die worden apart genoemd, Israël, en de 2 stammen. Ze worden ook, als beide volkeren, beide rijken, worden ze voorgesteld als 2 vrouwen. Aholiba en Ahola en Aholiba, weet u wel. En in andere geval worden geen namen genoemd, dan heten ze gewoon Jeruzalem en Samaria, omdat dat de hoofdsteden waren van de 2 en van de 10 stammen enzovoort. En ze worden zonder meer beschreven als hoeren, als ontrouwe vrouwen, die, enzovoorts. Die van hun eigen man niks wilden hebben, maar de eigen man was de Heer. En de Heer zegt, ja, jullie hebben mijn verbond verbroken, hoewel je met mij getrouwd was, keer nochtans weder tot mij. En dat gaat ook gebeuren, maar dat is nog niet gebeurd. Dat heeft men wel weg willen redeneren, want men heeft geredeneerd, God heeft Israël losgelaten, want het was ongelovig. En nu is de kerk in de plaats van Israël, dus als de Bijbel spreekt over zegeningen aan Israël, zijn het zegeningen voor de kerk. Je kan het in de opschriften, in de Statenvertaling terugvinden, dat men dat zo leest. En als het oordelen zijn en vervloekingen, dan staat erbij voor Israël in de opschriften. En als het zegeningen zijn, dan voor de kerk. Bij de psalmen vind je dat ook, dit soort opschriften. Dus men zit ermee van, ja, de Joden, maar hoe zit het met die 10 stammen? Toen heeft men uitgevonden, nou, maar de 10 stammen, dat zijn de Joden. De Joden is, dat is voor heel Israël. Heb je dat nog? Dat is zo ver doorgedrongen dat zelfs Joden het hebben over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte onder Mozes enzovoorts. Wat volkomen dwaas is en in strijd met de officiële Joodse leringen trouwens. Want het was niet het Joodse volk, dat was Israël. Niet 2, maar 13 stammen. Heb je die nog? Dat moet je leren hoor, anders dan blijf je in de profetieën steken. En hier in Ezechiël 34, daar staat profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. In die opschrift laat men in het midden, gaat het over Israël of gaat het over de kerk? Nou, het gaat over Israël en dus niet over de kerk, maar aangezien dat in strijd is met de gangbare Calvinistische leer, heeft men een de kool en de geit gespaard en we zitten boven Gods volk, mag je zelf weten wie het is, maar toen maar. En dan wordt uitgelegd dat de herders, want zo staat het in, van Israël, dat is 34 vers 2, de herders van Israël, die weiden niet de schapen, maar die weiden zichzelf. Dit is natuurlijk een tamelijk kunstzinnig verantwoorde formulering, want het is natuurlijk prachtig taalgebruik. Hè? Het volk wordt beschouwd als een kudde, schapen, en schapen worden geacht volgzaam te zijn, de stem van een herder te kennen, de herder te volgen, of althans de wegen te gaan die ze altijd gaan, zonder daarvan af te wijken, conservatief dus, schapen. Heb je dat? En ze gaan ook weer op een kluitje, kruipen op elkaar. Dat moet dus ook wel vanwege al die honden die daar buiten rondlopen, maar toe maar. U kent dat plaatje waarschijnlijk wel. Nou goed. Maar de Heer spreekt hier een vloek uit over de leiders van het volk. Want ja, of je nou al die schapen van die kudde verantwoordelijk kunt stellen, dat is nog maar de vraag in hoeverre dat kan. In ieder geval, daar is geen discussie over, de leiders van die kudde zijn primair verantwoordelijk en dat zijn dus de herders. Zie? En daarvan staat, ja, jullie worden geacht de schapen te weiden, maar jullie weiden jezelf. Je wordt geacht te zorgen dat de schapen te eten krijgen, maar je zorgt alleen dat je zelf te eten krijgt en voor het doel eet je de schapen op. Gaat nog ten koste van de schapen.
Gij heerst over hen, vers 4, einde van het vers, met strengheid en met hardigheid. En ik ben niet de eerste die dan meteen denkt in 1 Petrus 5, vers 3, waar staat dat de herders niet geacht worden te heersen over het erfdeel des Heren. Wel een aardige overeenkomst. Maar goed, de staat van die schapen dus, dat omdat ze met strengheid en hardigheid beheerst worden, alzo zijn zij verstrooid, vers 5 van Ezechiël 34, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wild gedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. Dat wil zeggen, de kudde die valt uiteen, omdat de herders er niet goed voor zorgen, en dan worden ze de prooi van de... Waarvan? We zijn hier in Apeldoorn, kom op jongens en meisjes. Van de wolven, juist. Ja, toma. Die worden hier verzameld, toch? Nou ja, toma. Ze zijn verstrooid. Mijn schapen dolen, dwalen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Vers 6. Dit is allemaal prachtige literatuur, hoor, want de bergen en hoge heuvel worden in de Bijbel vaker genoemd, maar dat zijn de plaatsen waar afgoderij bedreven werd. Nou ja, onder leiding van de leidslieden van het volk, soms ook van de koningen van het volk, in ieder geval gold dat voor het tienstammenrijk, zo zonder meer, en voor het tweestammenrijk Juda veelal, ja. Mijn schapen zijn verstrooid op of over de ganse aardbodem. Er is niemand die er naar vraagt en niemand die ze zoekt, niemand die voor ze zorgt, betekent dat in de praktijk. En daarom, gij herders, hoor des Heren woord. Ik leef, spreekt de Heer. Toch? Zo niet. Ik denk altijd dat je dat moet vertalen met niet dan. Voor de Utrechters onder u dan, hè. Niet dan. Ik leef, spreekt de Heer, niet dan. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof, en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijs geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders naam mijn schapen niet vragen, en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet. Dat is de herhaling van wat in de voorgaande 7 versen beschreven stond. Om er nog eens nadruk op te leggen. Daarom, herders, hoort des Heren woord. Alzo zegt Adonai Jehovah, de Heere Heren, de Heere zelf. Zie, ik tegen, want aan is gewoon tegen en tegen is aan. En voor de duidelijkheid heet dat tegenaan, toch? Hangt het aan de muur? Of hangt het tegen de muur? Nou ja. Zie ik tegen de herders. Ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. Dat wil zeggen, de schapen krijgen een andere herder, namelijk de Heer zelf. Even onder elkaar, wie zijn de herders eigenlijk van het Joodse volk? Oké, dat weten wij niet, weten zij ook niet. Als je onder Joodse volk verstaat de religieuze Joden, dan zijn het de rabbies. Als je eronder verstaat de Zionistische Joden, die hun Joodse identiteit associëren met Zionisme, dan zijn het gewoon de politieke leiders van de tegenwoordige staat die zich Israël noemt. Ze zijn leidslieden. Toch? Ja, dat is inclusief Theodor Herzl en al die lui allemaal maar geheten hebben in de loop der tijd. Maar ze krijgen een andere herder, zodat de herders zichzelf niet meer zullen wijden. Ik zal mijn schapen, als het ware, uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere Heere, zie ik, ja ik, ik zal, wie? Ik, zegt de Heer. Niet maar, ik zal een andere herder sturen, en zelfs niet, ik zal de wijngaard verhuren aan andere landlieden die wel een vrucht voortbrengen. Het is nog veel sterker. De Heer zegt, ik ontsla ze,
En ik ga het zelf doen. Kijk, dit is de Messiaanse profetie. Dit gaat over de Messias, uiteraard. De herder. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik, de Heer zelf, zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als ze in het midden zijn de verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn. Dat is een variant op het alle volkeren waarin de Heer hen verstrooid had, die we net gelezen hebben in Deuteronomium 30. Ten dagen der wolken en der donkerheid. Deze heb ik niet meegenomen in mijn statistieken, omdat er niet staat de dag des Heren. Maar ik heb er wel bij dit vers ooit een verwijzing bij geschreven naar Zefanja 1 vers 15, waar we een stuk of 6, 7, misschien wel meer, synoniemen vinden voor de dag des Heren, namelijk een dag van dikke wolken en duisternis enzovoorts. Het is dus toch de dag des Heren, al staat dan de naam van de Heer niet meteen in dezelfde uitdrukking, maar wel in de zin natuurlijk. De Heer zelf zal het doen, ten dagen der wolken en der donkerheid. Wanneer? In de dag des Heren. Is die al begonnen? Nee, die komt in de toekomst. Als een dief in de nacht heette dat in 1 Thessalonicense 5. Nou ja, nog een paar schriftplaatsen natuurlijk. Maar doe maar. En ik zal ze uitvoeren van de volken, uit de volkeren. En zal ze vergaderen uit de landen. En ik zal ze brengen in hun land. Hoewel elders staat dat de Heer zegt, 'tis mijn land. Je mag er alleen wonen als je mij gehoorzaam bent. Dat staat al in de gewone Mosaïsche wet, hè. Daar staat al. En wanneer je in het land zult gekomen zijn, dat de Heer u beloofd heeft enzovoort, dat je erfelijk zal bezitten, dan zult gij dit en dat en zo enzovoort. Maar in de toekomst, ik zal ze brengen in hun land en zal ze weiden op de bergen Israëls. Want de naam Palestina is in de tijd door de Romeinen aan het land gegeven. Eigenlijk na de opstand van Bar Kokhba. De laatste officiële Joodse opstand in Jeruzalem. Dat is tamelijk lang na Bijbelse tijd, maar goed. Die hebben toen de naam Palestina eraan gegeven om de herinnering aan een Joods of Israëlitisch verleden weg te werken. Hetgeen toch niet helemaal gelukt is en wat nu gebruikt wordt door de tegenstander om de Joden dwars te zitten. Dus een grote verwarring, gebrek aan historische kennis, maar goed. Ik zal ze wijden op de bergen Israëls. Bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands, op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israël zal hun kooi zijn. Voor degene die zegt, ja, dat moet je niet letterlijk nemen, dan heb je even wat te doen. Ik denk niet dat u dat voor kerstmis nog geregeld krijgt, want het is zo weer kerst. Maar wat is op de hoge bergen Israëls? Wat moet je daar dan bij voorstellen als het niet de hoge bergen Israëls zijn? Het is toch gewoon letterlijk, met grote nadruk. Daar zal hun kooi zijn, al daar zullen ze nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Nog een keer. Beschermd en verzorgd door die ene herder. Ik zal mijn schapen weiden, vers 15, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Dat wil zeggen een plaats geven. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Herkent u ook langzamerhand enige gelijkenissen uit het Nieuwe Testament dan wel verhalen die u verteld zijn op de zondagschool? Broeder, het is echt maar 55 jaar geleden of langer had ik een dochter en die kwam huilend thuis. 3, 4 jaar, hoe oud ze maar was. Kwam huilend thuis op zondag. Geloof dat zondag was, maar goed. Ach kind, wat is er gebeurd? Waarom moet je zo huilen? Ja,
Omdat we later worden we schaapjes. Had ze geleerd bij de Heer. Ze dacht echt dat ze straks naar de hemel gaat en dan op vier pootjes moet rondlopen met een dikke bontjas aan. Van wol. Maar goed, zo bekend is dat. Hè? De Heer is de herder. Het is een beeld wat kinderen ook aanspreekt, zal ik maar zeggen. Toch? Ja. Dat zal de Heer ook doen, maar let op waar het over gaat. Hè? Het gaat over Israël. Van schapen die misleid zijn geworden en daardoor verstrooid zijn geworden. De kudde is uiteengevallen enzovoort. En dan zegt de Heer, nee, maar ik ga het zelf doen. Want gij, o mijn schapen, let mijn schapen, vers 17. De Heere zegt alzo, zie ik. Dat is dus inderdaad Adonai Jehovah. De Heere zegt alzo, zie ik zal richten, rechtspreken, tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt enzovoort. En daarna wordt gesproken over dat in die kudde ook het een en ander aan onrecht gebeurt. Waarbij het ene dier het andere verdrinkt bij de waterbakken of bij de stroom of op de weide enzovoort. Het zijn niet alleen de herders. Maar binnen het volk heb je dat ook. Zie. Vers 20. Daarom zegt de Heer alzo tot hen, zie ik, ja ik. Begrijp je wel, voor de statistiek geldt dit. Dit is de tweede keer dat het precies zo staat. Nee, maar zo van de staat in de Bijbel. Ja, het staat er een paar keer. Ik, ja ik, zal richten, recht doen, tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee enzovoort, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Dat wil zeggen, in de kudde vindt ook plaats de strijd om de pikorde en er zijn er dus ook bij die onrechtvaardig behandeld worden. Dat, zo is dat. Het is wel de natuur, maar daarom is het nog niet goed. Nou ja. Kortom, ik zal mijn schapen verlossen, vers 22, vers 23, en ik zal één herder, er staat, ik weet niet wat in uw Bijbel staat, bij mij staat een enige, maar u moet weten dat het woord een, het onbepaald lidwoord, niet bestaat. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws, dus daar mag je totaal geen betekenis aan hechten. En enig wil gewoon zeggen één. Dat is gewoon het hoofdtelwoord. Eén. Ik zal één herder over hen verwekken. En let op dat het dus niet staat. Ik zal een herder over hen verwekken. Ik zal één herder over hen verwekken. Niet noodzakelijk betekent dat er geen anderen zouden zijn. Maar het is dan toch deze bijzondere, unieke die dit hiervoor verantwoordelijk zich stelt. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. En ik weet niet of u nu nog volgt, maar wie is die herder ook alweer? Ook alweer. De Heere, Heere. Adonai Jehovah, de Heere, Heere. En die zegt vervolgens, ik zal een herder over hem verwekken en het is mijn knecht David. Heb je die? Dit is of wat al. Of die knecht David en de Heere, Heere zijn een en dezelfde. Het idee namelijk dat David uit de dood zou opstaan, want dat moet hij dan, om alsnog zijn oude vak uit te oefenen van herder bij de kudde. Zo wordt hij toch geïntroduceerd in de Bijbel. Ja, dat is. Dat wordt zelfs binnen het Jodendom niet geloofd. Hoewel die dan toch. De Joden toch geneigd zijn te geloven in reïncarnatie. Omdat zij wel degelijk in het Oude Testament iets lezen over Elia. Die komen zo. Eventueel over Mozes, die komen zo. Het is maar hoe je het uitlegt, maar een profeet als Mozes.
de profeet. En eventueel Jeremia, kun je zelfs nog lezen in het Matthäus-evangelie, dat ze dat geloven. Dat Jeremia terug zou komen, eenvoudig omdat Jeremia koninkrijken zou planten en bouwen. En binnen het verslag van het Oude Testament, nou, van de Bijbel, vind je daar geen melding van. Dus heeft men het idee, dan komt hij alsnog om dat te doen. En dat wat hij zou bouwen en planten zou dan Israël moeten zijn. Dus de orthodoxe Joods dit. Er zit iets van incarnatie, reïncarnatie, daar hebben ze toch wel, speelt wel een rol mee in hun gedachtegang. Bij ons niet. Maar ik moet u zeggen, die herder, die kennen wij, hè. Ja. Want kijk, Johannes 10 staat niet op zichzelf. Zo van, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik ben trouwens ook de deur der schapen. Bovendien, ja, toch staat er allemaal. Dat wil zeggen, ik ga ze voor en ik leid ze in en ik leid ze uit. En de weg die ik ga, gaan zij ook. En zij kennen mijn stem en zij volgen mij en ik ken hen bij naam. Ik ben de goede herder. Ja, ik moet het natuurlijk ophouden, maar en dan staat er, en ik stel mijn leven voor de schapen. En het onvermijdelijke gebeurt altijd, dat men leest alsof er staat, ik stel mijn dood voor de schapen. Wat tamelijk naïef is, ik moet altijd aan mijn grootvader denken, die schrijvend over de toekomst van Israël schreef, de bedoeling is niet dat de hoge priester sterft voor het volk. De bedoeling is dat de hoge priester leeft voor het volk. En hij had gelijk. Het hoge priestelijke werk van Christus is niet zijn werk aan het kruis, als je dat zo kunt formuleren. Komt daarna pas. En wat de herder betreft, het werk van de herder is niet te sterven voor de schapen. Leg dat dan eens aan op de zonderschool of aan de kinderclub. Leg dat eens uit, dat de herder sterft voor de schapen. Dat is niet wat hij doet, hij leeft voor de schapen. En als hij sterft voor de schapen, had hij net zo goed weg kunnen lopen. Maar dat is het verhaal van, en de huurling vliet. Omdat de schapen hem niet eigen zijn. Staat er allemaal bij, hè, in Johannes 10. Hij leeft voor de schapen. Hij wijdt zich aan de schapen. Hij heeft zorg voor de schapen, omdat het zijn schapen zijn. En zoals Mozes was over heel zijn huis, zo is Christus de hoge priester over heel zijn huis. En dat zijn wij. Dat is de Hebreeënbrief die eraan toevoegt dat de Heer Jezus beschouwd moet worden als de overste herder. De grote herder der schapen. Dat is Hebreeën 13, het slot van de Hebreeënbrief. Het gaat helemaal over de hoge priester, maar dan ineens wordt hij de herder genoemd. En zo is het ook. Hij zorgt voor zijn schapen. Maar waar deze profetieën primair over gaan, is over het werk van de Heer, waarbij hij zijn volk zou redden, terug zou verzamelen. Nou ja, hij zou het tot God brengen, want hij wordt daartoe aangesteld. En hij doet dat inderdaad als Heere, als Adonai Jehovah, maar eveneens als zoon van David. Want de naam David staat hier, dat is goed, maar dan betekent het huis van David. En dat is dus Christus. Zei ik je al dat het zo weer kerst is? Jozef, gij zonen Davids, zei de engel, Matthäus 1, toch? Meestal lezen we Lucas 2, omdat ze uit het huis en geslacht van David waren. Of Romeinen, de eerste brief in het Nieuwe Testament, het eerste hoofdstuk in de aanhef van de brief, welke is naar het vlees uit het geslacht van David. En dus degene op wie de beloften aan David met betrekking tot de continuering van zijn huis, koninklijk huis, van toepassing zouden zijn. Definitief. David. En als u dat niet goed vindt, je kan altijd nog gewoon David laten staan in het Hebreeuws, Daud, en dan is het gewoon de geliefde.
Een aardig iemand. Dus dan wordt het gewoon... En mijn knecht, de geliefde. Mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar dat is Jesaja 42. Hebben die nog? Zo kun je hem ook lezen hoor. Want dan zou ik erbij vertellen, ja, de geliefde knecht is per definitie uit David. Want dat is het woord, hè? Ja. In het Nieuwe Testament vind je die woordspeling ook. Die van de geliefde knecht, de geliefde zoon. De zoon zijner liefde. Maar als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws, wat het niet was. Maar als je het gaat vertalen naar Hebreeuws, krijg je dan dus toch de naam van David in de zin, hè? Nou goed. Mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Niet ergens vanuit de hemel of zo, maar hier op aarde. Mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. Ik de Heere, Jehovah. Ik de Heere heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En dat zijn de bekende, nou ja, dat hoort tot de bekende uitspraken over het nieuwe verbond. Want dat is hoe het bij Jeremia genoemd wordt. Hierna hebben wij in elk geval in hoofdstuk 36 nog zo'n profetie, rechtstreeks gericht aan de bergen Israëls, meer gericht op het land, maar de inhoud blijft gelijk, want dan krijg je die profetie vervolgens, maar dan wordt het uiteindelijk hoofdstuk 37, krijg je die profetie over die beide houten die de profeet Ezechiël in zijn handen moest nemen, of takken, dat kan ook hoor. Bomen zou ook nog goed vertaald zijn, maar dan wordt het een beetje krachtpatserij. Maar bij de twee houten met een naam erop, één is Jozef, Efraïm, en wat erbij hoort, en de andere is Juda. En die twee zouden die tegen elkaar aan moeten houden, bij elkaar brengen, en dan worden ze één in zijn handen. En weet je dat? En als er dan iemand vraagt, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? In 37 vers 18. Als niemand dat vraagt, hoef je niks te zeggen. En ik neem maar aan dat u vandaag hier bent om met vragen, dus dan, daarom vertel ik u wat. Hè? Maar meestal zijn deze dingen helemaal niet te vertellen. Vooral niet aan mensen die het eigenlijk zouden moeten weten, want ze hebben geen interesse. Ze zijn geïnteresseerd in zichzelf en hopen dat God daarbij aansluit. Hebben we dat nog? Maar als je geïnteresseerd bent in wat de Heer doet, nou, die staat hier. Die twee houten zouden tot elkaar komen. En als de vraag is, wat betekent dat? Dan zo spreekt tot hen, vers 19. Al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is en van de stam Israëls zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot één hout. En ze zullen één worden, één boom is het eigenlijk, maar tot één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun ieder ogen. En wat er dan verteld wordt als toelichting, vers 21... Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land en ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls en ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. Heb je de boeken Kronieken en Koningen wel eens gelezen? Dan staat er, in het zoveelste jaar van de koning die en die van Israël werd zus en zo koning van Juda. En in het zoveelste jaar van de koning van Juda werd zus en zo koning over Israël. Dat zijn twee rijken naast elkaar, twee koningen naast elkaar. En over het algemeen lagen ze ook met elkaar overhoop. Want zo gaat dat, hè? Zoiets heet de broedertwist. Maar toch maar, dat is die vijandschap, rivaliteit tussen die twee. En hier staat dat de Heer zegt, ik zal ze één maken. Vers 21. Vers 22. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. Niet in de hemel, hè? Laat staan in Rome.
En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. Zij zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, of mijn geliefde knecht. Maar het is natuurlijk toch gewoon de Messias. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. Zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Maar dat hebben we net gelezen ook in Ezechiël, precies, of in Ezechiël 34. Het is precies hetzelfde. Verder. En vervolgens staat er dan dat de Heer in hun midden zal wonen enzovoort. Daar is nog toekomst. Dat moet nog gebeuren, maar het wacht feitelijk op de bekering van Israël als volk, als natie. En bovendien gaat het dan over dat het gebeuren zal in het buitenland. En dat vervolgens na bekering de Heer hen zal verzamelen uit de volkeren, nou ja, uiteindelijk naar het beloofde land. Zo lees je het ook in het Nieuwe Testament hoor, in Matthäus 24 en 25, dat de Heer zal komen en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden enzovoorts. Maar dat is nog niet in onze dagen. De situatie van vandaag leidt ertoe dat wat er aan Joods volk in dat land, hoe moet je het zeggen, is alsnog zal verstrooid dan wel gedood worden. Maar in het land zal niemand overleven. Dat was in het verleden zo. Uitdrukkelijk. Met een grote nadruk namelijk in Jeremia wordt dat vermeld. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Het is een land waar, ik geloof dat Ezechiël het zegt, het is een land dat zijn bewoners opeet. Het is een gevaarlijk land. Dat is omdat het land is van de Heer. En wie er woont, onrechtmatig, als ongelovige, wordt dus beschouwd als een kraker. En dat is gewoon diefstal. Dat is dan ten onrechte in zo'n land wonen. Of wij het ze gunnen, heb ik gezegd, ik wel. Maar toen iemand vroeg in Israël, een ongelovige Jood vroeg aan ons, nou, jullie kennen de Bijbel toch zo goed, ik weet niet wat ik moet, zal ik hier blijven wonen? Of kan ik beter maar weer weggaan? Ja, toen was mijn antwoord, ja, je moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, tot hem moet je gaan. Maar naar de mens gesproken verder, wegwezen hier, dit is een gevaarlijk land, hier wil je niet wonen. Waarom? Omdat je Joods bent, je hoeft als Jood niet in dat land te wonen. Toch? Ja, maar elders is het gevaarlijk. Wat denkt u, hoe gevaarlijk het hier is dan? Dit blijft niet, dit wordt door de Heer verwoest. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan. Die zegt, daar zegt de Heer, dat Zacharia 14, vers 1 en wat er verder volgt. Daar zegt de Heer, ik zal al de heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden, enzovoorts. En enzovoort, het is vers 3 of 4 vervolgens. Want daar staat, te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Waarbij de Olijfberg zal scheuren, enzovoort. Iedereen die een beetje van de Bijbel weet, weet ook dat dat nog nooit gebeurd is.
En dat geldt dus ook voor die val van Jeruzalem, waarbij de olijfberg zal scheuren en een overblijfsel uit de stad zal kunnen vluchten, in ieder geval naar het oosten, maar naar de woestijn staat er dan, tot Azel. Dat is allemaal nog nooit gebeurd. En net zo letterlijk als in het verleden die profetieën vervuld werden, zullen ze vervuld worden uiteraard in de toekomst. Kortom, de verzameling van Israël tot één volk met één koning heeft nog niet plaatsgevonden. Dat dat een verzameling is die het gevolg is van de prediking van het evangelie, dat kan niet missen, dat is het ook. Dat het evangelie al 2000 jaar zo ongeveer gepredikt wordt, dat is ook zo. Maar Israël laat zich niet verzamelen. Tot in onze dagen. En wat we daar zien in het Midden-Oosten, ja, daar is al zoveel over gepubliceerd. Ik denk dat ik daar maar niks over ga zeggen, want het is toch tijd eigenlijk. Moet dringend ophouden. Maar het is in ieder geval aan de negatieve kant een daad van opstand tegen God, om zich daar in het land te vestigen en een seculiere, zelfs socialistische, dan wel communistische staat op te richten, enzovoort. Want dat is wat gebeurd is. Dat er aanleiding toe is en dat ik ze van harte gun, ja, dat is ook zo. Ik gun elk volk zijn eigen land, maar dat mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Want dat is nationalisme en dat is gevaarlijk, vindt men. Sterker nog, één stap verder, want als ik zeg elk volk, dan kan je dat uitleggen als elk ras. En dan is het nog racistisch ook. En voor de duivenfokkers mag dat, maar als het over mensen gaat, mag dat niet, hè? Nee. Het bestaat wel, maar het mag niet. Het is verboden. Het bestaat wel, maar het mag niet benoemd worden. Dus dan hebben we een probleem. Het neemt niet weg dat Israël van oorsprong het uitverkoren volk is en dat God het gebruikt tot zijn dienst en tot zijn eer. En wat je in het Joodse volk ziet, helaas, zeg ik met pijn in het hart, wat je ziet is wat er met je gebeurt als je het woord van God wel hebt ontvangen, want dat is Israël, heeft het woord van God ontvangen, maar je doet er niks mee, je wijst het af. Dan kom je hier terecht. En u mag dat gerust beschouwen als een persoonlijke waarschuwing, want voor ons geldt er precies hetzelfde, hoor. Als je in onze dagen wel het woord hebt en kent en je wijst het af, en zegt, nou, dat hoef ik niet, of dat wil ik niet weten, of denken wij anders over, of iets dergelijks, of de wetenschap heeft anders bepaald, dan raak je heel je Bijbel kwijt en alles wat daarmee samenhangt. Ja, ook alsnog. Dat is gegaan, ik geef je de garantie op. Dat is wat gebeurt. Ik heb van mijn leven nooit anders omheen gezien dan dit. Als iemand het afwijst, niet dat er zoveel zijn, maar als iemand het afwijst, dan zegt, hoef ik niet, of ik heb daar een andere mening over, of ik kan dat niet geloven, dat kan toch niet waar zijn. Nou, dan niet, maar dan gaat de Bijbel dicht. En de reden daarvoor is dat in werkelijkheid is het de Heer zelf, zegt Hebreeën 1, vers 1, nou ja, de hele Hebreeënbrief, is het de Heer zelf die ons leidt in heel de waarheid. En als je dan tegen hem zegt van, nou, die hoef ik niet, dan zegt hij, nou, dan ga ik weer. Laat dan maar, dan spreken we elkaar later nog wel. Echt wel. En dan zegt hij, nou ja, als ze in een nood of in het midden van hun kwaad tot mij zullen roepen, ik zal hen niet horen. Dat is de gang van zaken. God is woord, God spreekt tot ons en onze verantwoordelijkheid is het om het aan te nemen. Het is nooit vrijblijvend om je onder het woord van God te stellen. Zie? En dat is wat gedemonstreerd wordt aan het Joodse volk. Zie? En als wij dan hard gaan roepen dat het Gods werk is om de Joden te verzamelen in Palestina, en dat de oprichting van de Joodse staat een werk is van God, en dat ze een overwinning die ze haalden in de Zesdaagse Oorlog, dat het de hand des Heren geweest is enzovoort, dan moet ik u zeggen dat dat uiteindelijk uitdraait op godslastering. Want uiteindelijk draait het erop uit dat deze staat vernietigd gaat worden.
Nee, niet zolang wij hier zijn, maar dat is nu mijn punt niet. Mijn punt is dat het in de toekomst alsnog gaat gebeuren, in de volgorde die de Bijbel aangeeft, eerst het Joodse volk, want dat is de koninklijke stam, de stam van Juda, en daarna ook de andere stammen van Israël. Dat is wat je vindt in 2 Samuel 2, als David koning wordt over zijn eigen stam, over Juda. En daarna is het, meen ik, 2 Samuel 6, dat is na de dood van Saul, dat de andere stammen, nee, niet de andere, dat alle stammen, inclusief Juda, tot hem komen en dan en hem vragen of hij koning over hen wil worden. Dat is een andere gelegenheid, een latere gelegenheid dus. Hè? En wat Saul betreft, die moest eerst nog overlijden. Ja, Saul staat voor de Mosaïsche wet. Eventueel de Joodse wet, voor wet. En zolang men daaraan vasthoudt, aan religie, aan wet, we moeten dit en we moeten dat, komt het niet goed. Bent u er nog? Oké. Je moet namelijk niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar van de boom des levens. Dat is het eigenlijk. En daar is het wachten op. In een heel ander schriftverband heet dat wachten op de dood van de hoge priester. Dat is het einde van het oude verbond. Het is de wet achter je laten, accepteren dat de Heer die wet weliswaar gegeven heeft, maar ook weer heeft weggedaan, heeft vervuld aan het kruis van Golgotha. En daarna, sindsdien en daarop, is het nieuwe verbond in werking getreden, met als gevolg dat een mens zo zonder meer tot God kan gaan in het bezit van de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons, etc. En dan brengt hij ons niet naar Canaan of Palestina of hoe het maar heet, dan geeft hij ons zelfs een beter vaderland, omdat wij eerstelingen zijn van dit nieuwe verbond. Waar daaruit volgt dan inderdaad de opname van de gemeente, waarvan gelezen is aan het begin van deze bijeenkomst uit 1 Thessalonicens 4. En pas daarna krijg je de dag des Heren. Dat wil zeggen, krijg je dat men zal roepen, het is vrede en geen gevaar, maar vervolgens dat een haastig verderf hen zal overkomen. Het is de aanhaling van oud-testamentische profetieën die zullen vervuld worden. Dat wil zeggen dat in een periode van 3,5 jaar een einde gemaakt wordt aan het bestaan van wat wij kennen tot vandaag als de staat Israël. Hebben we dat nog? En als alles verwoest is, zou ik dubbelzinnig zeggen, als je alles kwijt bent, dan heeft de Heer de ruimte om wat nieuws te maken. Dat geldt voor ons allemaal. Dat is een vast beginsel. Als je alles kwijt bent, als je niks meer kunt, besef dat je niet onder controle hebt, dan. Of gewoon, je kan ook gewoon beseffen dat één voor jou gestorven, niet voor je zonde maar voor jou gestorven is, dat je dus dood bent voor God, dan is dat allemaal geregeld en dan geef je gehoor aan de roepstem van de Heer. Sta op! Kom uit! Of wat het maar was. En dan zingen we alsnog aan de voeten van mijn heiland. Dat wil zeggen, zittend aan de voeten van de Heer Jezus. En niet bezig met veel dienens, maar luisterend naar zijn woord. Begrijp u, deze dingen worden heel de Bijbel door herhaald. Deze beelden komen steeds opnieuw terug. En als je die kent, begrijp je ook hoe de vork in de steel zit daar in het Midden-Oosten. Dat is onoplosbaar. Dat gaat bij vlagen enzovoorts. Het is onoplosbaar. Maar de zegeningen die de Heer in Israël beloofd heeft, worden pas vervuld na de 70ste week van Daniël. Na de totale ondergang van wat er nu in dat land is. En als het dan helemaal leeg is, dan is daar de ruimte voor een gelovig overblijfsel onder aanvoering van de Heer zelf, de herder der schapen, die ze daar zal brengen en die ze daar voor hen zal zorgen. En dat leidt tot de openbaring van zijn koninkrijk op aarde in de toekomst. We zullen de Heer danken.
Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als die goede herder. Die herder die naar zijn schapen zou omzien. En wij danken u dat ook wij tot die schapen mogen behoren. Dat ook wij mochten gehoor geven aan uw roepstem om ons te voegen bij u, ons te plaatsen onder uw leiding, onder uw woord. En daarom danken we u dat we ook nu mochten zitten als het ware aan uw voeten, om te luisteren naar hetgeen de profeten gesproken hebben namens u. Wij danken u daarom dat we deel hebben gekregen aan een nieuw verbond, dat u ons verlost hebt van de eerste beginselen der wereld, van de vloek der wet, dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid van uw genade en dat we daarin u mogen dienen door ons te laten vullen, primair met uw woord, dat vervolgens in onze levensvrucht zal dragen. Wij zeggen u daarom hartelijk dank dat we over alle omstandigheden van deze wereld, nabij ons en ook ver bij ons vandaan, mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, in het besef dat u ons tot diezelfde heerlijkheid geroepen hebt. Dat we als uw kinderen mogen leven, uit God geboren, onderweg naar onze zoonstelling in de toekomst en daarmee naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom in alle vrijmoedigheid vragen wij u, op grond van uw beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.